Paul Wienthuizen, die had een atelier op het Kasteelplein. En dat bestaat nog, geloof ik, maar het is geen atelier meer. Het is gewoon een glazen fond. En daar hield hij nog wel eens een keer feestjes. Hij was vrijgezel. Aardige vent hoor, en hij was een heel goed schilder. Een hele karakteristieke man, hè. Het was met zijn haren en zo allemaal. Het was echt een artiest, hè. Ja. Maar ik heb hem dus wel heel goed leren kennen in de oorlog ook. Ja. Het hele ploeg van het Ons Lieve Vrouwenlyceum, dat was vooral in het begin, doordat er Joodse leerlingen op de school waren, die moesten dus ook opkomen vanwege de Duitsers. En toen heeft mijn vader, want die was echt actief wat dat betreft, die heeft dus heel het archief van het Ons Lieve Vrouwenlyceum heeft hij meegenomen. En hebben ze bij ons thuis, in een paar loodsen die we hadden, heeft hij het ondergebracht. We hadden zo'n paar van die keldertjes stiekem weggebracht, weet je niet. Er kwam een mannetje bij ons, een jongen, Keesje Veldkamp. Keesje Veldkamp, dat was ja, gewoon een gewone jongen en die moest onderduiken. Ja, dat is al wel later in de oorlog, hè. En toen kwam hij aan mijn vader vragen of hij bij hem onder mocht duiken, want hij had gehoord dat dat kon. Toen zei mijn vader, ja dat is goed, maar je moet wel betalen. En toen zei hij, ja maar hoeveel moet ik dan betalen? En een dubbeltje per maand en je mag het ook na de oorlog betalen. En die moest onderduiken voor de arbeidsinzet? Voor de arbeidsinzet toen de tijd zal, ja. En dat heb ik ook moeten doen, maar ik ben niet gegaan. En, mijn vader zei, ben gek, dat gebeurt niet. Je kunt niet zeggen, iemand is actief bij het verzet betrokken geweest. Je deed wat je moest doen en wat je kon doen. En wat was dat in uw geval? Nou, bijvoorbeeld Joden wegbrengen. Hè, en piloten wegbrengen en dergelijke dingen. Hoe kwamen jullie in contact met die piloten? Ja, ook dat. Die vielen. Die bijvoorbeeld Dick Scott. Die viel in bij Baren was hij gevallen. En die was van de een naar de andere doorgesluist naar ons toe. Die is ongeveer 6 maanden bij ons geweest. En dan had je, en er waren met z'n tweeën, nog een piloot uit Liverpool, een Engelsman. En toen op een gegeven moment, toen moesten die weer teruggebracht worden naar Parijs. En dat moesten mijn broer en ik doen van Van der Poel. Hij zegt, die moeten weggebracht worden. Hij zei, en dat doen jullie. Nou, dat hebben we ook gedaan, met trein. Ja. En we hebben nog wel gelachen, want we hebben die twee in Duitse uniformen gestoken. En ze moesten zich doofstom houden. Mochten niet met iemand praten of ergens naar luisteren. Nou, nou, zo is het. En dat ging goed. Hoe kwamen jullie eraan dan, aan die Duitse uniformen? Er waren van hoge Duitsers. En die waren dus gewond geraakt. En die waren daar in dat ziekenhuis terechtgekomen. En die zijn gestoomd. En toen zijn ze dus bij Van der Poel terechtgekomen. Die heeft daarvoor gezorgd. En die hebben die lui aangetrokken. Dus mijn vader dan, die wou ook al van alles doen voor al die onderduikers die kende. Bijvoorbeeld hadden een krantje Ons Volk. Dat is een apart verhaal hoor. Ons Volk, dat was een krantje dat gedrukt werd. En dan gingen wij met die matrijzen gingen wij naar Oosterhout. Bij wie dat geweest is, weet ik niet meer. En daar werd dat gedrukt. En als het dan gedrukt was, namen wij het mee. Achter op de fiets. Langs het kadettenkamp, zal ik zeggen, weet je, helemaal zo naar ons thuis. Dan zorgden wij voor verspreiding, opvouwen en zo. Want dan hadden we toen ook nog een Joods echtpaar in huis. En toen zei hij tegen mijn vader, meneer Van der Sander, vind ik dat toch stom dat u dat nou kunt doen. Zomaar, dat is ons toch in gevaar brengen. Hè? Oh ja, zei mijn vader. Gevaar brengen, en jullie dan? Wat doen we dan op dit moment om jullie te hervallen? Ja, dat is wat anders. 2 dagen later waren ze weg. Had hij er een adres voor gezocht. Ons Volk, dat mijn vader bracht die matrijzen mee. Die kwam uit Amsterdam. En ik weet niet of het krantje ergens nog te vinden is. Maar in ieder geval is het dus, moesten we het dan bij de mensen in de bus stoppen. Huis aan huis? Nou, nee, geen huis aan huis. Alleen bij mensen die we kenden. Hè, die ook tegen de Duitsers waren. En om hoeveel exemplaren ging het dan? Oh, 80, 150.
Maar weet je wat we ook deden? Die NSB'ers, die gingen s'avonds de kraats op en dan kalkten ze op de straat. Duitsland wint op alle fronten. V is victorie, want Duitsland wint op alle fronten. En dan gingen wij er met zo'n grote cape van de posterijen om en zo'n grote bus kalk en dan s'avonds laat, als het nacht was. En dan gingen we de verliest op alle fronten. Kinderlijk eigenlijk allemaal. Hè. Ja. Want ik bijvoorbeeld ook, wij slachten voor die onderduikers. Hè. Mijn vader liet dan allemaal half varken komen en dan weer zelfs een koe hebben we een keer gehad. En dan hadden we daar in die loodsen, moesten we denk ik zo'n ding vasthouden, zo'n pin. En dan sloeg mijn broer er met een grote hamer op. En dan waren ze ook dood, hè. Dat was net een van onze elektrisch geschoten werden. Maar ja, dat vlees, dat werd dan, mijn vader zorgde ervoor, dat dames die kwamen dat halen, die onderduikers in huis hadden. Ja, dat heeft hij altijd goed gedaan hoor. En zo ook met al die andere dingen, hè? Bonkaarten, wat ik al zei. Ja. Eind 43. En toen zijn we dus naar het stadhuis in Etten-Leur gegaan. En er waren twee NSB'ers, een vrouw en een man. En die pasten daar op het zaakje. En die hebben wij met z'n drieën, hebben wij ze overweldigd en op de wc vastgebonden. En toen hebben we de bonkaarten die er waren, die hebben we allemaal meegenomen. En die hebben de jongens hebben die ook weer verspreid dan. Ik geloof dat ik er nog een bestel heb hier. Maar in ieder geval, en toen gingen we terug met de fiets. Kwamen we terug met de fiets en toen kwam de groene politie, die kwamen we tegen. Ja. Deden die wat? Die groene politie deden die... Ja, die kwamen we tegen en dat pad was langs het bos en dat was dus achter de bos. En wij reden in donker natuurlijk. Ja. En jullie reden zo pam langs elkaar heen? Ja, toen kwamen we daar tegen. Ja. Waren jullie niet bang? Bang was je toch niet. Nou ja, niet dat je flink wil zijn hoor, helemaal niet. Maar gewoon, ja, je was niet bang. Dat zat er niet bij. Hadden jullie wapens? Wat? Hadden jullie wapens? Als jullie... Nou, Sjoerd en... Sjoerd had een pistool bij hem, dat weet ik nog wel toen. En daar heeft hij ook die NSB'ers mee bedreigd. De eerste keren dat ik met de groene politie in aanraking kwam, dat was met Jos Riesen, daar heette wat van gehoord. Op zaterdagmiddag was het altijd vechten, bij de HEMA. En dan komt Jos Riesen soms te paard met een stuk of 4-5 man. En dan, hier is jude geschäfte, hier moet je niet binnen gaan, weet je niet, aan die dingen. En wij hadden regia's van die handschoentjes aan. En dan, hup, er tegenaan, hè. Nou, jongen, dat was altijd vechten. Ja, en dan op een gegeven moment werden ze het beu. En dan een of ander, die had dan de groene politie. En dan kwamen die auto's met die stuk of 20 van die lui erin. En die stapte eruit en dan met de geweren. Nou, het was zo leeg. Maar jullie zijn nooit gepakt? Wat? Nooit gepakt. Maar wel het was zo druk, hè. Iedereen kwam kijken naar de gevechten en allemaal, weet je niet. In juli werd ik gevangen genomen door de Duitsers. Op een avond. Ja, zomaar losweg, hoor. Want al die mensen, heel stil werden de jongelui allemaal opgepakt. En die moesten allemaal op auto's. En wij werden vervoerd bij de KMA in die kelder. En daar zijn wij dus in elkaar geslagen door de Gestapo. Die kwam hier, jullie zijn fout geweest en dit en dat. En jullie werken voor de Engelsen en al die dingen. Nou, en dat konden ze niet bewijzen. En toen de volgende dag, toen waren we er ook. En toen kwam er een officier, een Duitse officier hoor. Maar niet van de SS. Die kwam van bovenaf, want die woonde daarboven. En die hebben ons vrijgelaten. In Oudenbosch, mijn vrouw en ik, we hadden een tandem. Dat was in de oorlog. En mijn vrouw had mij als vrouw verkleed. Hè, met zo'n bandeau en zo'n haarlok. En fietsten we en ik zat voorop. En ik liet alle rokken waaien en zo, weet je niet. En chance, hè, met die Duitsers. Ik dacht, ja, dat kun je nou niet meer voorstellen. Dat was vroeger toen. Een zekere bakker en een zekere Vermeulen, die kneelmensen waren, weet je niet. Die trainden ons
bij mijn vader achterop was er een groot terrein. En dan hadden we stokken en dan moesten we dat als geweer gebruiken, zogenaamd. Presenteer het geweer, weet je. En dat was Bakker, die was ook een kneelman. Die woonde in Liedekerk. Ja. Zijn zoon is ook gesneuveld op de vloeiweide. Dus die jongens die daar gesneuveld zijn, die kwamen daar exerceren. Ik ook hoor. Jongen. En dat was achter de Verrassinghamlaan? Ja, achter de Verrassinghamlaan hadden we zo'n trein. Ja, daar is later een fabriek opgebouwd, ik weet ook niet precies meer. En dat was voor dat ik in elkaar geslagen werd. Want toen zijn er twee wervels boven, die zijn totaal kapot geslagen bij mij. Hè? Dus toen werd de vloeiweide overvallen. En dan kwamen ze aan de deur, kwamen ze het zeggen. En toen lag ik op bed, met van die blauwe pillen. Vanwege die pijn die ik in mijn rug had. En mijn broer, Harry, die was op het moment van de overval, was hij daar in huis. En toen is hij, die had ook zo'n Lugner, een revolver. En toen is hij dus, en die is wel gaan schieten. En toen is hij gevlucht de bossen in. En toen is hij ongeveer op 1,5 kilometer van het huis af, hebben de Duitsers hem toch nog te pakken gekregen. Eerst degene die bij hem was, of dat nou broer Touw was of zo. In ieder geval, die hebben hem nog afgebonden. Want hij had grote wonden. 18 schoten had hij in zijn lichaam. Daar is een foto van. Dat hij, ja. Ja, en als je dan altijd met zo'n jongen opgetrokken bent, heel die oorlog, weet je wel, dan heb je dat wel veel weet van, hè. En die jongens die waren naakt, waren ze op een hoop gegooid door die NSB'ers en die Duitsers. En dat zijn mevrouw die kon dat nooit verwerken, die had dat bij gezien toen ze, weet je wel, al die kogel gehad, al dat bloed. En die jongens die werden begraven in het Ginneke, in de Ginnekekerk, de Laurentiuskerk. En er was pastoor Doens, die was daar pastoor. En wij hadden daar een plaats onder de preekstoel. En toen wij daar binnenkwamen, toen zagen we al van die Duitse politiemensen. Die stonden in een regenjas, hadden ze altijd aan en zijn hoedje op. En toen had die pastoor Doens had in de gaten. En wij gingen dus naar voren toe, in de volle kerk. En die gingen we op die plaats zitten. En toen kwam hij naar ons toe, mijn vader en naar mij. Toen zegt hij, je moet hier weg. Hij zegt, want die luisteren aan de ingang en straks komen ze naar binnen. Het was afgeladen, omdat het voor de jongens was. Hè. En toen voeren in die kerk, er was een deurtje. En een wendeltrap naar boven en dan kwam hij tussen de daken terecht. En daar hebben wij 3 uur gezeten, mijn vader en ik. En toen later en niemand heeft daar iets over gezegd van die, de mensen in de kerk. Saamhorigheid. Paul Dijkhoff was bij de verkennerij. En daar was ik ook bij vroeger. Dus daar kenden we elkaar van als vriend zijnde. Voor de oorlog? Dat was voor de oorlog. Maar dat andere verhaal gaat over na de oorlog. Tenminste na de oorlog, nadat we bevrijd werden. En toen was prins Bernhard, die was op Anneviel. En met Wilhelmina. Hummel onder de duim zat hij. En dan kwam Paul Wijntof als een chauffeur. En dan zei hij tegen mij, Gijsje, die ga je mee, Paul Dijkhoff? Hij zegt, we gaan naar de stad in. Dan hadden we zo'n brandcarrier. Meestal reed hij zelf met zijn jeep, Bernhard. Maar dan hadden we een brandcarrier. En dan gingen we zelfs langs Jel, dat weet ze niet meer, denk ik. En dan namen we een stuk of 4, 5 mensen mee. En dan gingen we de stad in. Graanbeurs. Want Bernhard was ook nog jong, toen. Ging die met jullie mee ook? Die ging mee.